Welkom bij Rijnmond. De horeca gaat weer voor een tijdje dicht. Doe je zeg tegen vrienden voorlopig? Ja, ja. Dat is het al. Ja. Ja, dit was de laatste keer. Ja, precies. Ja, ja. Ertsoverslagbedrijf EECV erkent klachten over zwarte stofdeeltjes in Hoek van Holland. En neemt allerlei extra maatregelen om de overlast tegen te gaan. Je moet veel kracht zetten om het eruit te halen, hè? Ja, dan valt er geen stof vanaf. Nee, dat klopt. Een van de voordelen van is dit. Je spuit het op met water. Daar bevochtig je de kolen ook. En die cellulose laag die plakt eigenlijk aan de bovenkant. En daardoor zie je dus ook geen stof ontstaan. En in de Week van de Armoede vertelt Miranda uit Maassluis over haar psychische problemen. Ik heb zelfs op een gegeven moment deurwaarders aan de deur gehad. Toen zei ik, nou, kom maar binnen, moet je een bak koffie. Het deed me niks meer. Het deed me echt niks meer. Ze konden toch iets bij me halen. Welkom bij Rijnmond. Straks ga ik op bezoek bij een sportschool in Hendrik Ido Ambacht, want daar is toch wat onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen. Maar eerst horen we Wouter Kolff en hij is voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en burgemeester van Dordrecht. En we horen hem over de nieuwe maatregelen. Ja, ik denk dat tevreden wel het goede woord is. Vrolijk word je er niet van, want het is natuurlijk een verregaande beperking van onze vrijheden. Wordt het ondernemers en andere instellingen erg ingewikkeld gemaakt. Maar ik denk wel dat het heel hard nodig is om nu even met elkaar een stevig pakket aan maatregelen neer te leggen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om die maatregelen, maar om het feit dat mensen hun gedrag moeten aanpassen. Tijdens de persconferentie van het kabinet is aangekondigd dat in publieke ruimte straks verplicht een mondkapje moet worden gedragen. Nu is het nog een dringend advies, maar als de wet is aangepast, wordt het verplicht. Toch vindt burgemeester Kolff van Dordrecht dat we daarop niet moeten gaan zitten wachten, maar nu al de mondkapjes voordoen. Nou kijk, mondkapjes als zodanig zijn niet de oplossing. Het draagt bij aan de oplossing, het kan net dat beetje schelen. Maar ook mensen die een mondkapje dragen moeten zich goed realiseren dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. Dat ze hun handen moeten wassen en dat ze andere hygiënemaatregelen moeten nemen. En vooral dat ze drukte moeten vermijden. Dus dat mondkapje kan daarbij helpen. Er geldt nu een dringend advies. Ik draag het zelf ook in publiek toegankelijke gebouwen en publiek toegankelijke plekken. Dus doe dat nou mensen. Maar als die plicht geldt, dan moet iedereen het ook echt doen. Veel ondernemers vrezen dat de nieuwe maatregelen een grote klap worden voor hun bedrijf. De voorzitters van de veiligheidsregio's vinden dat daar een oplossing voor moet komen. We hebben ook in het Veiligheidsberaad echt een oproep aangedaan in de richting van het kabinet. Om te zorgen dat er extra pakketten komen om deze bedrijven er doorheen te helpen. En wat mij betreft is dat ook echt onderdeel van de virusaanpak. We moeten samen het virus in een hoekje drukken. Maar dat betekent ook dat we samen de offers die daarvoor gebracht worden moeten dragen. En dat betekent dat we ook de bedrijven en de instellingen goed moeten ondersteunen. Door de nieuwe coronamaatregelen worden vooral de amateursport en de horeca hard getroffen. Ook op de Witte de Witstraat in Rotterdam wordt er flink gebaald. Het is diep triest om het zo te horen nu. We zijn er naar de film geweest en nu even hier zitten. En dat is dus even de laatste keer voor de komende tijd. Ja, ik vind het wel heel erg. Ja, we hebben natuurlijk al iets soortgelijks meegemaakt. De horeca neemt volgens mij ook hele goede maatregelen om die 1,5 meter te bewaren. Zeker. En die zijn echt hard bezig om het gewoon coronaproof allemaal in te richten. Ik weet niet of het dan ook nog nodig is om het helemaal te sluiten. Hadden we eigenlijk niet verwacht, maar het zat er toch aan te komen, I guess. Ja, het komt niet heel onverwachts, maar het heeft ook een enorme impact op onze branche en op ons bedrijf. En het is een zuur verhaal. Ja, je kan je afvragen of het terecht is. Als je kijkt gewoon puur naar het cijfer van het RIVM, is het aantal besmettingen in de horeca heel, heel beperkt. Ik snap dat de overheid wat moet doen om het virus in te dammen. Ik denk niet dat de vraag is of het goed is of de horeca dicht gaat. Ik denk dat de vraag is of het voldoende is dat alleen de horeca dicht gaat. Maar ja, 4 weken is wel een serieus lange tijd. Ik bedoel, we zijn natuurlijk al 11 weken dicht geweest begin van het jaar. Dus ja, hoe moet je op een gegeven moment je hoofd een beetje boven water houden? Dat is een beetje de vraag. Ik heb ongelooflijk veel mooie wijnen en veel leveranciers waar ik goed uit de voeten mee kan. Dus wellicht dat we iets kunnen gaan doen tot 8 uur met het bezorgen van die mooie spullen. En misschien dat mijn chef wat gerechtjes her en der kan maken. We willen natuurlijk allemaal de horeca wel een beetje ondersteunen. Zeker in deze tijden is het natuurlijk lastig voor de horeca en alle gasten. Dus het is natuurlijk altijd wel fijn om een beetje buitenshuis een biertje te kunnen doen. Dus als je naar thuis moet doen, ja, dan help je toch niet zo bij de horeca aangelegenheid in Rotterdam. Ik krijg er toch een beetje schuldgevoel van. Ja, het is gewoon echt niet leuk.
Je mist gewoon contact met mensen, afspreken met elkaar. Dit is voor ons geen ideale situatie. Zeker niet, nee. Ja, Witte de Witstraat zal weer een spookstraat worden zoals het vorige lockdown. En we gaan een beetje in winterslaap. We wachten op betere tijden. Doe je zeg tegen vrienden voorlopig. Ja, dat is het wel. Ja. Ja, dit was de laatste keer. Precies. Ja, ja. Vanavond de laatste training. Onze selectiekennende zullen wij nog één keer alles geven vanavond om alle, nou, misschien wel emotie van de persconferentie eruit te schaatsen. En echt even alles op die ijsvloer neer te leggen. En vanaf daar gewoon door. Ja, dan is het daarna, we lopen de kleedkamer in en dan moet ook gewoon de schakelaar om en dan is het klaar. Sombere gezichten in de kleedkamer van de Lions. De speler die pakt de puck op achterwaarts. De Dordtse ijshockeyers weten dat dit helaas een bijzondere training wordt. Geniet er nog van, deze training. De komende weken is er geen ijs voor jullie. Oké. Dankjewel. De Lions waren juist nog maar net begonnen aan een competitie op het hoogste niveau van Nederland. Afgelopen weekend eerste wedstrijd gehad. We hebben het gevoel dat we er klaar voor zijn, dat we er goed in komen. Een hele goede selectie hebben dit jaar. En dan is het toch wel zuur dat daar nu alweer een streep doorheen gaat. Mijn eerste gevoel was toch wel kippenvel. Het is denk ik voor het Dordtse ijshockey dat je lam wordt gelegd. Hè? Want je boegbeeld van de club. Het eerste team kan niet spelen, maar ook niet eens trainen. Snap je het? Ja. Kan je het begrip vooropbrengen? Ik snap het wel. Je moet. Er is geen andere keuze en gezondheid gaat voor. Wat kunt u nu als trainer? Wat gaat u doen? Dus we zitten te denken om sowieso in de sportschool actief te gaan. Eventueel een zwemtraining, fietstrainingen. Dat soort activiteiten zullen we gaan opperen. We hebben een aantal jonge spelers in de selectie tot en met 18 jaar. Die jongens die mogen sowieso door blijven trainen, heb ik gehoord. En die worden ook intern binnen andere teams neergezet. Zodat die wel kunnen blijven sporten. Wij als oudere jongens zullen een oplossing moeten gaan vinden met elkaar om toch fit te kunnen blijven. En vanaf het moment dat ze zeggen, jongens jullie mogen weer, dat we er dan klaar voor zijn. De grote vissen eten de kleine. Dat geldt voor Schmid Zeevis in Rotterdam. De vishandel wordt namelijk ook getroffen door het besluit van het kabinet om de horeca te sluiten. Schmid Zeevis levert namelijk veel vis aan horecaondernemers. Het is natuurlijk drama. Nou ja, de hele sector wordt natuurlijk geraakt en er werken tienduizenden, honderdduizenden mensen. En dan wordt er allemaal even niet beter op natuurlijk. 2000 horecabedrijven die we direct en indirect bedienen. Hè, dat bedoel ik via andere groothandels zoals bijvoorbeeld de Zegio. Maar dat is natuurlijk 2000 keer een drama. Dat is gewoon zo, ja. Je denkt dat je drie marktsegmenten in spreiding hebt. Export, cruise en horeca. En alle drie wordt eigenlijk gewoon op slot gedaan. Ik moet ook zeggen dat we altijd vinger aan de pols hebben gehouden bij de directe consument, CQ. Mensen die de winkel komen bezoeken. In 2011 hebben we de webwinkel opgestart. Ja, en daar halen we nu wel zeg maar omzetten weg. We spelen in op de retail en de online supermarkten. We hebben zelf een winkel en een webwinkel. Die draaien dadelijk weer als een malle. Dat kan niet anders, want ja, mensen zitten thuis. De grote vuurwerkshows bij de Erasmusbrug, het strand van Nesselande en Hoek van Holland gaan tijdens de komende jaarwisseling niet door. De shows zijn niet mogelijk omdat het zou betekenen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Mogelijk kunnen er nog wel kleinschalige vieringen in de wijk plaatsvinden, maar dan moeten die wel voldoen aan de coronaregels. Het vuurwerkverbod voor consumenten blijft ook gelden. De organisator van de vuurwerkshow krijgt zijn kosten vergoed. Honderden klachten per jaar krijgt de DCMR over zwarte stofdeeltjes die neerdalen in Hoek van Holland. Volgens TNO zijn zowel kolen- en ertsoverslagbedrijf EMO als EECV verantwoordelijk voor deze overlast. Ze geven ook aan van nou, wij zijn bereid om ook de maatregelen te nemen die nodig zijn om de overlast aan te pakken. Ik ben daar blij mee, hè, met die erkenning, want daar hoeven we die discussie niet meer te voeren. Maar ik verwacht wel van de bedrijven dat zij op korte termijn ook de maatregelen nemen die nodig zijn om die overlast tegen te gaan. En die maatregelen nemen ze, blijkt uit een rondgang over het immense terrein van EECV in de Europort. Hoewel het bedrijf wel de uitkomst bestrijdt dat zij de enige overlastveroorzakers zijn. Ja, dat ligt inderdaad natuurlijk heel erg gevoelig. Wij liggen nu onder het vergrootglas, wij twee. En natuurlijk, er zijn zeker meer veroorzakers van stofoverlast. Maar dat is meer een item voor DCMR om dat te gaan onderzoeken. En dat hebben ze ons ook toegezegd, dat ze dat gaan doen. In de vergunning staat dat de wegen moeten worden schoongespoten.
De erts- en kolenbergen moeten worden besproeid en er moet een papierlaag overheen. Sinds kort testen ze daarvoor een nieuw soort papierpulp. Ja, dat is papierpulp vermengd in dit geval met een groene kleurstof die plakkerig is. En daar doen wij water bij en daar spuiten we met behulp van vacuumwagen spuiten we dat hier bovenop. Zoals u ziet is dit heel lastig op te pakken. Dus dit voorkomt ook dat de wind hier invloed op kan hebben en dus de verwaaiing richting Hoek van Holland voorkomt. Naast deze vergunningseisen neemt het bedrijf ook extra maatregelen om de overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Zoals je hier naar rechts kunt zien is de overkapping op het opgaande deel. Dat is een extra wat wij doen. Wat wij momenteel ook extra aan het doen zijn is bij de kolenhopen is het rondrijden met een grote D8 bulldozer erop. Zodat we dus de wind daar minder grip op heeft. Dan wordt hij mooi rond. Wij hopen dat dit afdoende is. Van natuurlijk willen wij als ECV een goede buur zijn voor onze omgeving. En daar valt zeker Hoek van Holland onder. Dus wij nodigen mensen ook uit van kom eens een keer kijken wat ECV allemaal doet om de stofverspreiding te beperken. Heel deze week besteedt Rijnmond aandacht aan de Week van de Armoede. En vandaag het verhaal van Miranda Blom uit Maassluis, een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Niet alleen ik ben gegroeid het afgelopen jaar, maar ook mijn gezin is gegroeid. En ik heb nogal wat van ze gevraagd. Nee, op een gegeven moment maak ik niks meer open. Ik heb zelfs op een gegeven moment deurwaarders aan de deur gehad. En zei ik, ja, kom maar binnen, moet je een bak koffie. Het deed me niks meer. Het deed me echt niks meer, want ze konden toch niks bij me halen. Maar ik wist ook niet meer hoe ik eruit kwam. En ik kon het alleenstaande moederschap gewoon niet aan. Het was too much. En ook de stress van de scheiding zelf. Het is echt een vechtscheiding geworden. En uiteindelijk heb ik mezelf op laten nemen. Want ik heb momenten gekend dat ik echt eruit wilde stappen. Hun begrip wanneer ik doodvermoeid thuis kwam na een heftige lesdag. Dankbaar voor die bos bloemen op de keukentafel bij thuiskomst met de tekst: mama, we zijn zo trots op jou dat je dit allemaal in je eentje doet. Ik ben in Hendrik Ido Ambacht en ik ga zo op bezoek bij een sportschool. Want daar is toch wat onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen. Neem maar eens even mee in de onduidelijkheid. We staan nu in deze ruimte. Ja. Wat mag hier nou wel en wat mag hier niet? Ja, dus dit is onze fitness. En onze fitness is in totaal een kleine 180 vierkante meter. En binnen die ruimte zou je volgens RIVM zou je met 30 mensen mogen sporten. Nou, wij doen het niet. Wij sporten hier in totaal met een max van 12. Met nog medewerkers erbij. Dus dat we uiteindelijk met een maximaal aantal mensen van 15 in totaal hier per uur in activiteit zijn. Dat je in ieder geval goed ver genoeg uit elkaar kan blijven. Exact. Welke ruimte is dit en welke regels gelden hier dan weer? Dit is onze algemene groepslessenzaal, waarbij we dus verschillende groepslessen doen. Hier mag in principe 30 man komen sporten, mits en maar de 1,5 meter gehanteerd kan worden. Is dat niet heel erg raar? Want tijdens de intelligente lockdown mocht je juist niet binnensporten met zoveel mensen. Ja, dat klopt inderdaad. Toen waren de regels zo dat je alleen buiten mocht sporten. Voor mij is het nu wat vreemd dat nu wel binnen mogen sporten tijdens een tweede coronapiek. Waardoor er nu in één keer totaal andere regels gaan gelden. En wat is dit dan weer voor een ruimte? En dit hebben we voor de eerste coronapiek hebben we dit helemaal omhoog getrokken. Dit is onze buitengym. Onze buitengym is in totaal 200 vierkante meter. En daarvan wordt nu gezegd, voor de nieuwe regels, voor de nieuwe piek, dat er een maxima is van 4 sporters in totaal. Dus als ik het goed begrijp, tijdens de intelligente lockdown mocht er niemand binnen sporten. Ja, dat klopt. Nu mag je met 30 man binnen sporten en maar met 4 in deze ruimte. Juist. Hoe kan dat? Geen idee. Echt totaal geen idee. Van de RIVM-website worden we niet wijzer. Van co-collega's, die hebben ook vraagtekens. Daar worden we ook niet wijzer van. Als we bellen naar de Veiligheidsraad, daar worden we ook niet wijzer van. Ik heb contact opgenomen met de gemeente. Tot op heden staan mijn vragen open. Die weten het zelf ook niet. Die komen er ook op terug. Niemand weet het eigenlijk. Dus ja, het is allemaal nog heel vaag. Buiten moet het eigenlijk veiliger zijn dan binnen, zou je zeggen? Zoals we dat hebben begrepen tijdens de eerste lockdown, is dat een duidelijke ja. Veiliger buiten dan binnen. Dit was Welkom bij Rijnmond. Je kan nu kijken naar Ja Toch, Niet Dan en onze Wielen Talkshow Zesdaagse TV. En ik zie je volgende keer weer. Tot ziens. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond app.